Als je alleen maar intensiveert, dan ga je tegen de grens aanlopen van wat de bodem kan hebben. Mijn naam is Anko van der Bos, ik ben 33 jaar. Ik run hier in Holwert een akkerbouwbedrijf samen met mijn vader en mijn moeder. We telen aardappelen, suikerbieten, graan en nog 4 hectare uien. De hoofdmoot is pootaardappelen, traditionele stammenteelt. En we telen aardappels voor jou eigenlijk voor over de hele wereld. Ik ben een hele bewuste boer. Ik ben constant op zoek naar datgene wat die kwaliteit zo goed mogelijk maakt. En daardoor hebben we dus geïnvesteerd in een nieuwe bewaarloods. Waarbij aardappels eigenlijk zo lang mogelijk onder redelijk natuurlijke omstandigheden bewaard worden. We hebben een samenwerkingsverband met een melkveehouder en een akkerbouwer. Wij gebruiken grasland bij de veehouder. Daar komen onze pootaardappels. Omgekeerd heeft de veehouder mais op onze percelen of dat hij ook zijn mest kwijt kan. De rek is op een gegeven moment uit de grond. Dan moet je dus met de financiën in het achterhoofd naar een systeem waarbij je toch anders gaat boeren. En dat is dus waar je in de perceelsemissie in de hand naar kijkt. Maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat de gewasbeschermingsmiddelen die je nog moet gebruiken zo minimaal mogelijk uitspoelen naar het oppervlaktewater, zodat alles in evenwicht is. Wij lopen dus aan tegen regelgeving. Regelgeving is vaak beklemmend. Je moet proactief zijn in plaats van reactief. Zo moet je kijken van hoe kan je sturen door maatregelen die je zelf vrijwillig neemt, waar je exploitatie niet onder heeft te lijden. Een gezond boerenbedrijf is uiteindelijk wat telt. In de toekomst wil ik van een 1-op-3 rotatie naar een 1-op-4 rotatie gaan. Dat je iets vaker een rustgewas inbouwt. Waarbij je meer gebruik maakt van vaste mest. Waarbij je een optimalere bodem krijgt. Zodat je hoogwaardig pootgoed krijgt. Uiteindelijk levert de kwaliteit op. En uiteindelijk verdien je dus meer geld met jezelfde gewas. In de groeiende morgen betekent voor mij om het bedrijf goed door te geven aan de volgende generatie. Daar gaat het uiteindelijk om. Wil je net als Anko de volgende stap voor je bedrijf zetten? Bekijk de regelingen en ondersteuning op groeienamorgen.nl.